de gast voor de wekker. Swingend naar 3 oktober is een van de evenementen van Op de Garenmarkt en wordt georganiseerd vanuit de 3 oktobervereniging. Verantwoordelijk daarvoor is Demi Visser en zij is in de studio. Goedemorgen, Demi. Hi, goedemorgen. Ja, in de intro zei ik het al. Je bent onder andere verantwoordelijk voor Swingend naar 3 oktober. Ja, dat klopt. Wat is dit precies voor evenement? Het wordt een beetje het grootste evenement van Leiden moet het worden. Het moet een soort van festivalachtig worden, maar wel voor alle Leidenaren. Dus ja, dat. Dus daar is de lijn ook een beetje op gericht. Ja, want je zegt al, het moet het grootste feest worden van Leiden eigenlijk. Maar ja, de titel is eigenlijk een beetje een soort teaser naar, hè? Swingend naar 3 oktober. Ja, dat klopt. Omdat het avondprogramma is van de 3 oktobervereniging. Dus het begint om 8 uur tot 2 uur 's nachts. Dus het is echt swingend naar 3 oktober. En we eindigen op 3 oktober in de ochtend. Ja. En daarna kan je lekker door naar de reveille. Ja, gelijk door naar de reveille. Lekker met je, terwijl je nog misschien net een paar biertje op hebt. Lekker aan de haring en alles. Ja, heerlijk. Heerlijk, hè? Heerlijk. En je zei het ook al, er komt een hartstikke leuke line-up. Heb je geregeld. Wie komen er allemaal voorbij? We beginnen 8 uur sharp met de Hermes House Band. Gewoon als openingsact, zeg maar. Ja, gewoon echt als openingsact. En die nemen een koor van 60 man mee. Dus dat wordt wel echt heel gaaf. Gigantisch, ja. Ja, dat wordt gigantisch. Een soort mini-koraal, maar dan met de Hermes House Band idee. Ja, klopt. Ja, en ik heb een stukje van de voorbereiding mogen zien. Dus ik weet wel echt dat het fantastisch gaat worden. Dus kom vooral echt allemaal om 8 uur sharp. Daarna gaan we naar O9. Ja, de Leidse band. Ja, de Leidse band. Die staat voor de liveshow van Armin van Buuren. Ja, want wat gaat er daar nou precies gebeuren? Ja, ik mag er eigenlijk niet te veel over zeggen, maar Armin staat op een geheime locatie ergens in Leiden. Ja. En dat gaat worden gelivestreamd op alle grote pleinen. Dus ook bij ons. Dus daar hebben we 2 hele grote schermen voor neergezet. De grootste van Leiden. En dan kan je dat zien. Ja, en dan gewoon over de geluidsset waar eerst Hermes House Band en O9 over optreden. Dan komt die livestream over die geluidsset, zeg maar. Ja, klopt. Ja, ja en een geheime plek in Leiden. Nou ja, er gaan al verhalen rond waar dat allemaal zou kunnen zijn. Kan ik zo op de vroege ochtend nog een beetje uit jou lospeuteren waar dat precies is? Nee, ik weet het ook echt niet. Nee. Je weet het niet of je mag het niet vertellen? Nee, ik mag het 1 niet vertellen en 2, ik weet het gewoon echt niet. Nee, hè? Nee. Nee, maar dus eigenlijk kan je ook zeggen, Armin staat ook op swingend naar Leiden. Ja, Armin staat ook op swingend, ja, dat klopt. Ja, hij staat wel op de line-up erbij geschreven, dus ja. Ja, groot gelijk vooral doen. Ja, precies, ja. Want dat is dus een uur lang Armin van Buuren. En dat gaat door tot 2 uur 's nachts. Dus ja, wat is dan na Armin nog? Er komt dan nog een band, Soul Beach. Ja. Zijn band uit Lisse heeft nog niet heel vaak in Leiden gestaan. Maar wel best wel bekend en heel leuk. En die gaan er ook echt wel een show van maken met vuurwerk en alles erbij. Oh, kijk, ja, doe maar luxe. Ja, doe maar luxe. En daarna gaan we het laatste uur echt afsluiten met 2 Leidse DJ's. Reinier Haas en Michael Christen. Ja, dus om toch nog eventjes de laatste mensen te laten swingen. Aan het einde nog 2 DJ's die komen draaien. Maar Soul Beach, zei je, dat klinkt een beetje... ik krijg een bepaald Latin-achtig gevoel bij, een beetje... Nee, het is geen Latin. Nee? Nee, het is een band die samenwerkt met een DJ... Ja. Dus dat is een beetje hun show. En voor de rest, ja, het ziet er heel, heel gaaf uit om mee te maken van hun. Dus ik ben heel benieuwd ernaar of het een beetje gaat aanslaan. Ja, dus het is een combinatie van bekende acts en dingen die de mensen misschien ook al kunnen weten. En toch ook wel weer nieuwe elementen erin. Ja, klopt. Ja. Reden genoeg inderdaad om dan 2 oktober naar de Garenmarkt toe te gaan. Nou, zagen wij elkaar vorige week zondag bij het Pieter van der Werf Festival in de Nobel. Ja. En toen zei hij tegen mij van, ja Mike, ik heb toch zoiets gaafs geregeld. Ik wil namelijk een soort Mysteryland-achtige show wil ik daar hebben. Is dat gelukt? Ja, dat is wel redelijk gelukt. Maar voornamelijk met wat we gaan neerzetten, met wat je gaat zien. Dus voornamelijk de visuals. Ja. Dus dat wordt heel, heel leuk. Heel veel lampjes, heel veel lichten, een paar lasers erdoorheen, CO2... Ja, we gaan die hele Garenmarkt op zijn kop zetten. Dat is 1 ding wat zeker is. Ja, en is die dan 3 oktober nog wel beschikbaar, de Garenmarkt? Of heb jij het idee dat dan alles helemaal 1 grote ravage is? Ik hoop dat die nog beschikbaar is. Ja, maar geen garantie wat dat betreft. Nee. En naar welke act kijk jij zelf nou het meeste uit? Welke heb je echt zoiets van, dit vind ik echt zo tof dat dit geregeld is? Ik denk sowieso naar de livestream van Armin van Buuren, omdat dat natuurlijk zo groot is gepresenteerd. Ja. En omdat het natuurlijk super vet is dat hij hier aan wil meewerken. En
Ik denk dan voor de rest ook naar Soul Beach, omdat dat gewoon echt nieuw is. En ik wilde gewoon echt iets nieuws dit jaar op de line-up zetten. Dus ik ben heel benieuwd of dat gaat aanslaan. Dus daar ben ik gewoon, daar kijk ik nog het meest naar uit. Ja, dat is ook gewoon een stukje wedstrijdspanning, om het zo te zeggen. Kijken of het aanslaat inderdaad. Ja. En je zegt al, het moet eigenlijk het grootste festival, of het grootste feest van 3 oktober worden. Dus volgend jaar, ben je daar al stiekem een klein beetje mee bezig? Of is alle focus nog op dit jaar? Voor nu is alle focus nog op dit jaar. Maar ik ben al langzaam bezig met kijken naar wat ik volgend jaar wil gaan boeken. Ja, dat klopt. Ja, ergens in het achterhoofd begint al een beetje te borrelen. Ergens in het achterhoofd begint het al te borrelen, ja, dat klopt. Maar ja, eerst dus dinsdag 2 oktober van 8 tot 2 op de Garenmarkt. Ja. Moeten mensen nog een kaartje halen? Nee, het is helemaal gratis, helemaal open. Je kan gewoon naar binnen lopen. Ja, kom lekker op tijd, want hoe later je komt, hoe voller het is. En zoals gezegd, we beginnen dit jaar om 8 uur sharp, dus kom lekker naar de Hermes House met kijken, zou ik zeggen. Ja, je begint gelijk al met een knaller van de act. Dus het is inderdaad wel aangeraden om inderdaad lekker op tijd te zijn. Damien, hartstikke dankjewel dat je langs wilde komen. Ja, graag gedaan. En veel plezier natuurlijk. 2 oktober en ik denk succes 3 oktober. Ja, dankjewel. Dat denk ik wel. Ja.